Welkom allemaal. Ik zit hier naast Galit Senouf. Galit, bedankt dat je ons vandaag wilde ontvangen. En hoe ben je eigenlijk in de bokswereld terechtgekomen? Dank u wel voor jullie. Voor mij, ja, voor thaiboksen of kickboksen of light contact of zo. Vechtsport. Toen ik was klein, ik heb 44 jaar, ik heb nooit gevochten op straat. Mm-hmm. Toen ik was klein, mijn vader, hij zegt, ja, misschien hij kan niet, als iemand komt hier aanraken of ze vechten met hem, hij kan niks doen. Dan hij gaat geld voor hem pakken of zo. Hij neemt maar naar karate. Over 1 jaar, ik krijg eerst plaats in de stad van Oesda. En dan over 3 jaar, ik krijg zwaar belt voor karate. Die groot promotor van Thai boksen, WPKL, die Mohammed Eid Hissou, hij is Marokkaan. Hij was echt groot, want die grote promotor van Thai boksen, echt was toen, die was tijd van Ramon Dekker, groot naam, Hassan Kasriwi, Ryan Simpson, die grote namen. Ja, hij heeft mij gezien en ik wil hier stage lopen als gewoon leren. Mm-hmm. Maar toen ik ben hier gekomen, hij ziet mij en dan hij ziet dat ik geef een goede les. En dan sportschool Oude Westen, hij wil mij dat ik geef les hier voor amateurs, zeg maar, en voor kleintjes en professionals. Mm-hmm. En dan vanaf 8 mei 2005 ik ben hier gekomen om lesgeven om te werken, gewoon zeg maar. Ik werk nu met de Stichting Thai Box Centrum en de Jong Centrum. Je hebt full contact. Je begint eerst met light contact. Light contact, zeg maar, is boksen en trappen, maar gewoon van boven, van die hoofd. En dan gezicht en lichaam. En je hebt semi-contact kan knock-out, maar zeg maar is hetzelfde als karate, ja. Als punten gaat met stoppen en je hebt punten. Punten met de handel, met de been is 2 punten. Als je gaat springen, je gaat make-up trappen, zeg maar, je krijgt 3 punten. Maar en daarna je hebt kickbox. Mm-hmm. Je hebt naar die je hebt light contact, semi-contact, nee, je hebt full contact. Mm-hmm. Full contact, dat spelen we ook met de longbroek. Mm-hmm. Boksen en trappen. En trappen gaat naar lichaam, maar echt contact. Hè? Ik heb vandaag jou gevolgd tijdens de trainingen. Het viel me op dat je heel veel schattige meisjes had. Dat was echt de jeugd. Ik neem aan dat dat van 5 tot 12 jaar is. Daarnaast heb je dus ook amateurs die je traint. En je hebt ook professionals die echte wedstrijden doen. Zoals die hele grote jongeman Lloyd. En Hassan Kasriou, die train je ook. Die was er vandaag niet. En dat zegt ook eigenlijk wat van jou over jou als leraar. Want als die jongens een titel winnen, dan win jij eigenlijk ook een titel. Dan gaat eigenlijk de heer ook meer naar jou toe. Professioneel is anders. Hij komt naar mij toe. Mm-hmm. Ik ben gewoon een klein man. Lloyd, hij is 139 kilo. Ashwin Balarak, hij is 100 kilo. Hij is advocaat, die Ashwin Balarak. Ja. Hij is advocaat, ja. Hij is echt bekend. Hassan Kasriwi, ik krijg nog andere jongens, professionals. Mm-hmm. Soms mensen, die Krishnik, hij komt oud Herman van België. Mm-hmm. Maar hun weet waarom hun komen hier. Hun krijgen aandacht en ik geef les niet voor zijn grootnaam. Nee, ik geef voor hun les omdat hij komt met gevoel naar mij toe. Dus ik moet terug die gevoel teruggeven. Ja, ja. Zodra een Marokkaan iets hier zeg maar doet wat niet door de beugel kan, dan is het een Marokkaan. Terwijl het eigenlijk ook gewoon een Nederlander is. Hè? Vecht hij in het buitenland en hij haalt een wereldtitel, is het een Nederlander. Hoe denk jij daarover? En ik vind dat er dan toch op zo'n moment toch niet eerlijk wordt gehandeld.
Waarom worden we wanneer het slecht gaat als Marokkanen gezien en waar het perfect met ons gaat worden we als Nederlanders gezien? Voel jij die onderscheid ook? Ja, voor mij is het moeilijk, maar gewoon kijk maar. Het is echt moeilijk. Ik heb echt een moeilijke vraag. Ja, maar het is een vraag waar je niet omheen kan. Als hij doet goed, hij is goed. Als hij doet slecht, hij is slecht. Ja. Dat is ook het feit waarom we Mukro Stilo in leven hebben geroepen. Dat is toch om Marokkanen in een positief daglicht te plaatsen. Hè? Natuurlijk met een stukje zelfspot. Maar ja, hoe denk jij daarover? Eigenlijk zou Nederland daar gewoon blij mee moeten zijn. Want ze vertegenwoordigen Nederland in het buitenland. Dus ik zelf vind, ik weet niet of ik hier mijn mening mag geven, maar dat ze toch zelf die mensen gewoon moeten stimuleren en motiveren. Ja. Want we hebben toch een toegevoegde waarde op hun, of ons, hoe je het ook weer noemen. Gewoon op Nederland, vertegenwoordigen Nederland in het buitenland. Met die jongens gewoon, jullie wonen hier. Als deze land gaat goed, wij moeten samen werken. Ja. Niet zeggen Marokkaan, jij woont hier in Nederland. Jij bent origineel Marokkaan, maar jij bent hier. Maar eigenlijk, jij bent Nederland. Ja, oké. Okay. Gewoon, die jongens moet gewoon, je moet die idee apart en laat die jongens samen met die Marokkaan, met die Nederland en Suriname. Iedereen woont hier op deze grond. Ja. Hij is gewoon voor mij Nederland. Ja. Oké. Okay. Nou, ik wil je graag bedanken voor je tijd. En ik heb genoten van je trainingen. En misschien dat ik binnenkort ook een paar bokspartijtjes met jou kon doen. En dan wil ik het graag hierbij laten. Bedankt, Galit. Bedankt voor jullie, echt. En sorry. Bedankt voor het kijken, mensen.